Het was een beetje vreemd de eend in de bijt van de centraal van het Albert Schweitzer ziekenhuis woensdagochtend. Een liggende vrouwfiguur op wieltjes. Geen patiënt, maar het beeld van Hanneke van Dort van kunstenaar Gerard Lenting kreeg een plekje in de hal nadat het enkele weken geleden nog tentoongesteld werd in de torenkamer van de Grote Kerk. Ik vond het heel aardig om als tegenhanger van de Grote Kerkstoren nu een locatie te vinden die weer een heel ander deel van de stad bedient, zeg maar. Hier komen natuurlijk heel veel mensen vanuit alle lagen van de bevolking en uit de regio, die komen hier. Dus het is een prachtige plaats om dit beeld hier neer te zetten. En die hoogte is hier ook zo fantastisch. Hè? Dus ik ben er erg blij mee. Je had beloofd dat het door de stad gaan reizen. Dit is een eerste etappe? Ja, dit is een langdurige etappe hoor. Want ze kan hier tot en met augustus blijven staan. En dan gaat ze weer naar een volgende bestemming. Is het al bekend, de volgende bestemming? Ja, dat wordt het gemeentehuis van Zwijndrecht. Het was nog een aardige klus om het hier neer te zetten. Ja, het is, elke omstandigheid is weer anders. Hè? En we hadden hier gelukkig een palletwagen tot onze beschikking, waardoor we niet handmatig het beeld hoefden te liften op haar sokkel. En dat scheelt natuurlijk al veel, maar je moet er wel in de hoogte de boel in balans zien te houden. Staat hier mooi vlakbij een ander beeld van jou, hè? Dat is wel een uniek plaatje zo. Ja, dat is wel heel erg luxe. Hè? Dus in die zin voel ik me ook echt verwend dat ik ook nog met een tweede beeld hier welkom ben. En dat welkom is echt, dat voel ik ook echt zo. Het beeld was echt van harte welkom. Hoe is het nu verder gesteld met de plannen om het daadwerkelijke beeld te gaan realiseren? Gisteren heb ik een laatste vergadering met Rijkswaterstaat gehad. En die zijn akkoord officieel nu met de nieuw voorgestelde locatie op het Wantij. En dat betekent dat het nu doorschuift naar een groep mensen die zich buigen over het ontwikkelde gebied Wantij West. Heel veel mensen kunnen het nu gaan zien. Als ze hier moeten zijn is het meestal natuurlijk wat minder positief. Hè. Een ziekenhuis, daar kom je niet voor je plezier. Ja, ik hoop dat het beeld ook iets troostrijks kan hebben in die zin.